Het ministerie van Handel, Industrie en Toerisme, HINT, is op donderdag 20 december gestart met een pilotproject Warm Welcome Suriname. Het ministerie voert dit project uit met de NV Luchthavenbeheer, de Suriname Hospitality and Tourism Associ Association, SHATA en het directoraat cultuur als partners van het eerste uur. De bedoeling van dit project is het vergroten van de customers experience in Suriname. Dit traject is slechts een deel van de serie activiteiten in het kader van het stimuleren van de toerisme sector en het positioneren van Suriname als toerisme-destinatie. Gasten op de drukke SLM- en KLM-route zijn warm ontvangen op de Johan Adolf-Pengel-luchthaven. De reizigers waren over het algemeen blij en verrast met de wijze waarop ze werden begroet. Dit gebeurde compleet in de traditionele klederdracht en Surinaamse muziek. Het doel hiervan was de gasten gelijk bij aankomst een Surinaams gevoel te geven, terwijl de afhalers konden genieten van muziek van de inheemse groep Marisa en de brassband The Melody Makers. Uit de reacties van de passagiers was duidelijk te merken dat de ontvangst een succes was. Een mevrouw gaf aan dat nergens ter wereld toeristen zo worden verwelkomd op de luchthaven. Een andere reiziger gaf aan dat dit vaker moet gebeuren. Een Guyanese reiziger noemde het exceptional. Vrijwel alle toeristen gaven aan dat bezoekers een positief beeld krijgen van Suriname en zich gelijk welkom voelen. In de maand december zullen lokale artiesten elke dag van de week en muziekgroepen de toeristen verwelkomen.